Afgelopen donderdagavond vond in Congrescentrum Deluxe de nieuwjaarsbijeenkomst van de bedrijfskring Zeewolde plaats. Tijdens de avond stond Albert Stoter van de bedrijfskring stil bij een aantal bijzondere momenten in 2017. Waarschijnlijk zullen de meeste ondernemingen in Zeewolde positief terugblikken op 2017. Volgens het Centraal Planbureau komt de economische groei in 2017 boven de 3% uit. En ook voor 2018 wordt een dergelijk percentage voorspeld. Aansluitend was het burgemeester Gerrit-Jan Gorter die het aanwezige publiek toesprak. Een nieuwe raad is aanstaande en dat levert ook een nieuw college op. Wie de nieuwe wethouder economische zaken en opvolger van Egger-Jan de Jonge zal worden, is nog niet bekend. Wie weet wil hij, nu hij er een halfjaartje aan geroken heeft, zelf nog wel door. Briggs Dijkstra had wederom de eer om de aanmoedigingsprijs bekend te maken, die dit jaar ging naar de kleine distilleerderij Zeewolde. Bij de camera de kleine distilleerderij uit Zeewolde. De aanmoedigingsprijs gewonnen, hoe bijzonder is dat? Ja, fantastisch. Ik kan niet zeggen helemaal onverwachts. We hadden het anderhalve week geleden voor het eerst gehoord. Maar op dat moment was het een complete verrassing. Ja, want jullie zijn er net vorig jaar mee gestart. Een bijzondere gebeurtenis sowieso, zo'n prijs. Maar ook iets heel bijzonders in Zeewolde, een distilleerderij. Nee, absoluut. We hadden natuurlijk al een brouwerij hier. En daarna zijn wij nu de eerste distilleerderij. En dat we gewoon al gelijk zo'n fantastische start en zoveel support hebben gekregen van Zeewolde en omgeving. Ja, dat is gewoon geweldig. Tot slot was er de bekendmaking van de Zeewolde ondernemer van het jaar 2018. Is geworden... Bij de camera, de winnaars natuurlijk van de Zeewolde ondernemer 2018. Ja, jullie eerste reactie. Ja, helemaal geweldig. Enorm verrast, want we wisten echt niet welke kant het op ging. Ah, het is gewoon een prachtige kroon van ons werk. Vorig jaar bestonden we 10 jaar. En dat dit erachteraan, hetzelfde wat Biobraas ook mee heeft gemaakt. Ah, dat is gewoon geweldig. Ja. Dat is echt een bekroning op jullie werk natuurlijk, 10 jaar ondernemerschap. Ja, hoe bijzonder is dan zoiets op zo'n avond als vandaag? Ja, heel bijzonder. Heel apart om mee te maken. Dat is heel, heel leuk. Heel fantastisch. Ja, heel positief. En als we gaan kijken naar Beverie, een terechte winnaar? Ja, vind ik wel. Gelukkig, ja. Ik vind het goed dat hun hebben gewonnen. Absoluut. Dus wel terecht. Het zijn jongens werken hard. Ik had geen... liefst willen dat je het zelf wint, maar ik vind terecht te winnen. Absoluut. Absoluut. Wat weinig woorden is het, maar ze doen het goed. Een bijzondere uitkomst vanavond. Beverie die heeft gewonnen. Hoe mooi is dat? Ja, ik vind het heel mooi. Ik vind het een geweldige onderneming voor Zeewolde. Hun no-nonsense mentaliteit. En zoals ik ook al zei bij de uitreiking. Hij doet zichzelf bijna tekort. Hè? Je zou bijna op een gegeven moment zeggen. Joh, kom op, je kan veel meer. Natuurlijk wist ik het al iets langer omdat ik in de jury zat. Dus het was geen verrassing. Maar ik denk dat het een heel mooi bedrijf is. Die ook echt precies past bij wat wij als Zeewolde zijn. Hè? Een pioniersgemeente, begon in de agrarische business en een trekkersveld erbij. En dit is een combi tussen de agrarische ondernemingen die we hebben in Zeewolde en dan op het trekkersveld een onderneming die hun helpt bij hun velgen en banden. Hoe belangrijk is een avond als deze, ondernemersverkiezing van het jaar? Nou, ik denk de avond is gewoon belangrijk omdat we heel veel ondernemers bij elkaar zien en dat het echt een feest is. En niet dus omdat het verplicht is bij elkaar te zijn, maar dat hier ondernemers komen om wat met elkaar te netwerken. Maar ook voor ons als gemeente is het natuurlijk geweldig dat je een actieve ondernemersvereniging hebt. En BKZ hebt die echt leeft in het dorp. Omdat dat gewoon ook weer een aantrekkende werking heeft op onze, op andere bedrijven die zich denken, nou daar willen we ook wel heen in Zeewolde. Ik heb begrepen dat de economische sector een hele mooie groei doormaakt. Hoe ziet de toekomst eruit voor Zeewolde op dat vlak? Ja, ik denk nog steeds heel gunstig. We hebben een enorme banengroei gehad in het afgelopen jaar. We hebben nog steeds enorme verkopen gehad van onze bedrijfsgronden. En we hebben de ruimte nog. En je ziet op de oude land dat die ruimte op is. En dat ze eigenlijk op zoek zijn naar een plek waar kunnen we eigenlijk nog als onderneming weer opnieuw een start maken. En ons opnieuw vestigen. En dat kan in Zeewolde. En wij hebben de ruimte nog. En ik denk dat wij die ook kunnen geven aan de bedrijven. Als we gaan kijken naar de toekomst. 21 maart natuurlijk, de verkiezingen. Volgende sessie weer meedoen, 4 jaar lang. Ja, de burgemeester maakt er een hint op of de wethouder economie er nog zit. Als het aan mij ligt, zit ik hier zeker nog de komende 4 jaar. En dan zal het ook heel graag op deze portefeuille zijn. Want het is gewoon een schitterende om wethouder economie te zijn in deze gemeente.